Beltane. Belting. Ting. Is het vuur? Oh, je moet trouwens Bjolting zeggen. Ik zei vaak ook wel Bjolchin. Maar Bjolting. En Bel kan gaan om een god Bel. Mogelijk de Keltische godheid Belenos. Een zonnegod-achtig iemand. Bel betekent eigenlijk net als Baal. In Baaldur heb je dat trouwens ook. Heer. Het is eigenlijk nog heel anoniem welke god dat dan zou moeten zijn. Maar ook daar wordt gedacht van, dit zou wel eens een zonnegod kunnen zijn. Ik zal even checken of er ergens geruis is. Iemand zegt van, er is ruis op de... Ik ga mijn koptelefoon wel opzetten. Dan moet ik natuurlijk kijken naar al mijn participants. Ja, ik moet er waarschijnlijk een paar mute al. Yes. Zo, voor elkaar. Maar Beltane, zoals ik het dan maar noem, kan ook betekenen gewoon schitterend of helder vuur. Nou, voor welke betekenis je ook kiest, mensen zien dit als dit feest wat dus op de avond van de 30ste april begint, ook heel vaak als een super Keltisch festival. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan net zo goed spreken van de meiavond, het meifeest, Walpurgisnacht of nog andere varianten. En op die manier wordt het zelfs door heel Europa gevierd. Daarmee moet je er wel weer bij zeggen van, wanneer houdt het op meifeest te zijn? Moet dat nou per se op 30 april/1 mei? Ik vraag me sterk af hoe dat in die tijd ging. Wellicht vierden ze een meifeest op het juiste moment, waarin je de volheid van de lente kon ervaren. Zoals de Ostara, de lente-equinox, het begin van de mei is, zo is dit eigenlijk de volheid, het toppunt van de lente. En dan ga je weer een stukje verder in het jaar naar de Lita, de midzomer, waarin je op de top van de zon zit. Dat is dan het volgende feest. En zo draaien we maar rond in dat jaarwiel en vieren wij de verschillende jaarfeesten. Maar ga er dan niet direct van uit dat men in de heidense tijd 8 jaarfeesten vierde, ook nog exact op die data. Om zo'n bepaalde datums te zetten is, ja, waarschijnlijk niet van de Germaanse en Keltische traditie, maar is ja, ook door het christendom ingevoerd. Want die hadden wel strakke tijden waarop bepaalde heiligen werden geëerd. En die hebben natuurlijk heel veel van die Keltische en Germaanse feesten overgenomen. Dus misschien was het zelfs al handiger om het op een ander moment te vieren, want het is een agrarisch feest. Je viert dat het vee de stal uit mag. Of eventueel dat het vee naar de zomerweide mogen. Je viert ook niet meer het zaaien, dat is al geweest, maar de bevruchting. De bevruchting, niet alleen maar liederlijke seksuele toestanden, maar eigenlijk bloemetjes en bijtjes. De bloesem die bevrucht moet worden door het stuifmeel van heel veel planten, noodzakelijk om een goede oogst te kunnen krijgen. En ja, voor de oude volkeren was dat iets wat je zelf kon stimuleren, als het ware door het numen, de energie, de levenskracht te versterken door middel van je eigen aandacht, door middel van een ritueel. Okay. En daar is dus de mei, eentje van het meifeest. Nou, Beltane, het woord heb ik al gezegd, het heldere vuur. En over vuur gaan we het nog hebben, want dit is een van die 4 Keltische vuurfeesten waar je gewoon niet kan vieren zonder een goede fik. Dat deden hun ook. De meest vroege varianten van een meifeest vind ik bij de Romeinen, tenminste in de geschreven bronnen. Dan spreken wij over de Floralia. Flora, godin van bloemen, bloesem, de flora en niet de fauna, dus het gewas enzovoorts. Die
heeft dan het moment van de bevruchting. Dat werd gevierd tussen 28 april en 3 mei. En in de, het Circus Maximus werden dan geiten en hazen losgelaten. Ja, dat is al een beetje riekend naar vruchtbaarheid. Het hielp nog meer dat ze ook medaillons daar de kuil in gooiden, waar erotische afbeeldingen op stonden. En als daar dan ook nog actrices waren die daar hun bloesem lieten zien, blijkbaar, dan weet je wel wat er aan de hand is. Het was daar eigenlijk best wel een feest wat ook wat tot wat losbandigheid leidde. En werd dus door de wat serieuzere Romeinen niet zo geweldig gevonden. Floralia is dus eigenlijk een voorloper van wat wij het meifeest noemen. Er zit dus al erotische connotaties in. Maar oké, dat was toen. En Floralia, ja, die worden niet meer gevierd. Wij vieren het meifeest, of op een andere mooie manier gezegd, Walpurgis. En als je Walpurgis zegt, dan denk je aan heksen. De heksensabbat. En eigenlijk een beetje vreemd, want Walpurgis is een heilige. Sint Walburga of Walpurgis. En die sint, die was een vrouw die juist werd gebruikt om hekserij verre van je te houden. Om je daartegen te beschermen. Toch werd Walpurgisnacht de nacht om het heksenfeest op de Bloksberg of de Brokken of op andere spannende plekken te benoemen. De Walpurgisnacht werd een nogal beruchte nacht. En dus zien wij tegenwoordig het meifeest als een heksenfeest. Nou, ik heb nog net een minuutje om je daar even snel een plaatje van te laten zien. En dan gaan we over. Oh, weet je, ik kan je beter eerst even vertellen dat we dus vanwege een foutje in mijn Zoom-meeting direct over moeten na een minuutje alweer naar de volgende link. We gaan proberen om dat te doen met de link die ik genoemd heb in het evenement. Lukt dat niet, dan maak ik een derde link aan en zal die delen in het evenement. En dan merk je dat ZSM. Dus voor degenen die zo net aangeschoven zijn, ik kreeg maar 10 minuutjes en die zijn nu bijna op. Ja, soms kan het zo gaan. Ik ga hem echt niet mijn lezing verkorten. We gooien er sowieso dan daarna nog een derde link in. Nou, eens kijken of we nog een plaatje kunnen doen. Even kijken hoor. Nou, dit is zo'n beeld wat je dan krijgt. Hè? Woeste, naakte mensen, schreeuwend. Of juist een feerieke beeld van een elfenfeestje. Elfjes is natuurlijk ook zo'n ding. De elfenheuvels staan open en de kier naar de andere, de geestenwereld, staat open. Of misschien staan de deuren zelfs wagenwijd om dit soort taferelen in de nacht mee te kunnen maken. En dat is dan best wel lieflijk. Maar goed, elfjes en heksen worden soms in één adem genoemd. Dus het leidt al heel gauw tot dit. Ja. Walpurgis, de heksen. Ik heb ze jullie zo net laten zien. En creepy enough. Ik laat er nog een paar meer zien. Ik heb die plaatjes tenslotte. Share screen. De mensen die wel eens een Wicca-feestje mee hebben gemaakt, weten misschien ook wel dat het idee wel is van een Beltane, dat daar als het ware het heilig huwelijk van de god en de godin gebeurt. Nou, gebeurt dat zelden tot nooit in de flesh, maar je kan je dat wel heel erg intensief voorstellen. Of dat een intentie was van de Beltanefeesten van vroeger is eigenlijk niet meer te achterhalen. Het wordt in veel internetbronnen wel genoemd. Het is een huwelijksfeest tussen Wodan en Freya of Odin en Frigg of zo. Maar eigenlijk weten we dat gewoon niet. Is niet meer te achterhalen. Wel
spreekt dit natuurlijk enorm tot de fantasie. Een woest heksenfeest met lekker veel seks en misschien wel zelfs wel wat geweld. Mensenoffers, laten we lekker heftig maken. Mensen die houden wel van zoiets en dan krijg je dit soort toestanden. Maar dat zijn maar beelden, het zijn maar plaatjes, ideetjes. De werkelijkheid is waarschijnlijk een stukje subtieler. Toch wordt dat beeld van een beltane als een liederlijk wellustig feest nog steeds veel in stand gehouden. En juist Halloween of Samhain en de beltane meifeest zijn de twee feesten die je ook meeste hoort. Van occult, satanistisch, blijf er uit de buurt. Nou, dat begon al in de 16e eeuw met ene George Stubbs, die in zijn Anatomy of Abuses vertelde dat hij dat meifeest, die meipaal was maar een stinking idol, een stinkend idool. Het was een afgoderij. En I've heard it credibly reported. Ik heb het van betrouwbare bron. That of 43 score or 100 maids going to the woods overnight, there have scarcely the third part of them returned home again undefiled. Oftewel, maar een derde van de vele, vele dames die nog als maagd het woud ingingen op die meiavond, kwamen er ook weer als maagd uit. De rest was bezoedeld. Nou, die bron wordt oneindig vaak herhaald, maar helaas voor Stubbs en al die mensen die dat graag losbandigheid in de vroegmoderne tijd of in de middeleeuwen willen zien, het is de enige bron. En één bron is geen bron, zeggen ze wel eens. Dus ja, tuurlijk, het is een feest waar mensen drinken, vrolijk zijn, dus er gebeuren dingen. Maar extra veel dan op andere gelegenheden, daar hebben we helemaal geen bewijzen van. Alleen wat indirecte dingen. Überhaupt alle erotische symboliek. En daarnaast dingen als dat men het een Greenwood marriage noemt. Als een vrouw na die feestelijkheden zwanger blijkt te zijn. Ja, en van wie het dan is? Ja, dat is misschien wel grappig, maar met Sinterklaas werd er daarna in vroegere, in de 19e eeuw, ook nog wel eens een kindje geboren. En dat werd dan het kindje van Sinterklaas genoemd. Nou, eigenlijk is het iets vergelijkbaars met de Greenwood marriage. Dan had je een kindje van, nou, Robin Hood, de groene man, wie zal het zeggen. Het was in ieder geval niet meer te achterhalen. Wil wel zeggen dat inderdaad, in de drank en de duisternis kan er best wel wat gebeuren. Maar ja, de sensaties mag je eruit halen. Daar is gewoon te weinig bewijs van. Meifeest, mei. Die woorden, daar alleen al kan je van alles uithalen. Denk ook aan mei als Maya, de grote godin. Maya betekent zij die groot is. Ze is de godin, maar ook moeder van Hermes. Uit de Romeins-Griekse traditie. En aan haar was de hele maand mei gewijd. Nou, was daarvoor april gewijd aan een misschien nog wel vruchtbaardere godin Afrodite. Al hoort april ook bij het woord aperare, zich openen. Nou, beide keren, ja, kan daar nogal wat vruchtbaarheid uit tevoorschijn komen. Maar ook Flora wordt gezien als een godin die waaraan de aprilmaand is gewijd. En mei dus aan Maya, later werd het de Mary Month of May. De maagd Maria, aan haar was de maand gewijd. Zij is dan eigenlijk ook de opvolgster van dit soort godinnen. En daar zit nog een hele diepgang achter, maar die probeer ik later nog uit te leggen. Er zit een hele hoop mensen op een andere link te wachten. Ze moeten gewoon naar die tweede link die op Quark voor 9 staat. Dat heb ik zo net proberen uit te leggen. Misschien is dat niet duidelijk geweest. Ik kan heel snel eventjes dat op mijn Facebook-evenement zetten. Sorry hoor, ik moet dit heel eventjes duidelijk maken. Want blijkbaar zijn er een aantal mensen die dat niet snappen.
Zo. Even kijken. Is dat gelukt? Ja. Nou, die wil ik mezelf wel weer zien. Ja. Ik liet jullie ook het plaatje zien van elven, want dit is ook de avond waarin de elvenwereld wellicht iets wat meer zichtbaar geworden is. Voor mensen met dat zesde zintuig of dat derde oog staat die drempel, die deur op een kiertje. En mensen gingen juist op die nacht naar buiten om een klein offertje te doen. Beetje melk, een stukje koek, iets om maar die elementengeesten, die natuurgeesten te verzoenen, zodat ze het volgend jaar ook nog blij met je waren. En vaak werd dat gedaan in de buurt van een fairy thorn, de meidoorn. Want de meidoornstruik hoort ook heel erg bij de mei. Ook moesten ze het vee niet gaan schaden of ziek maken. Dus soms werd zelfs wat druppeltjes bloed van het vee geofferd. Zo van, nou, neem dat dan maar als je ze maar voor de rest met rust laat. Want denk niet dat elven alleen maar schattig en lief zijn. Oh nee, de fairies zorgen voor de fairy blast, de fairy stroke, de fairy curse. Ze maken je soms ziek. Ze kunnen natuurlijk voor groeikracht, voor levenskracht zorgen. Maar ze kunnen je ook ziek maken. Mensen waren meer in tune met de natuur. En je hebt de materiële zichtbare wereld van de vijf zintuigen, maar mensen wisten dat daarachter een wereld van energie, de numen, de mana was. En die kon je activeren, die kon je duwtjes geven de juiste richting op, door je ermee te verbinden in een rituele setting en dan symbolisch associatieve dingen doen die voor jezelf en voor de natuur om je heen het symbool, het teken was van, oh, oké, we moeten groeien. En dat geldt voor de kracht. Dat geldt voor bewuste krachten, elvenkrachten, geestwezens. En uiteindelijk de goden zelf. Nou, ik zeg het zo mooi, maar mensen deden het gewoon en dachten er niet over. Het was een ritueel wat van generatie op generatie overging. En waar men uiteindelijk niet wist waarom men het deed. Men deed het nou eenmaal zo omdat paken of opa of zo het ook al deed. Dus dat is zo dat werkt. Nou, dat kan dus inderdaad met wat erotiek gepaard gaan. Maar meestal gaat het met een met festiviteiten gepaard die je aan iedereen kan laten zien. En daar zullen we nu een aantal van behandelen. En we beginnen natuurlijk met het vuur. We gaan even wat van het vuur laten zien. Nou, dat was even een heftig plaatje van zo net. Een soort van heilig huwelijk, gehoornde god, godinachtig. De Beltane Fires. Dit is er zo eentje. En hij gaat hoog, want hoe hoger het vuur, hoe groter de vruchtbaarheid. En jullie weten, ja, over zo'n vuur wil je niet springen, maar een iets kleiner vuur, daar springen de mensen over. Ook ter ere van de vruchtbaarheid van hun tweeën. Een nieuw meipaardje ontstaat daar. Of wellicht ook om je te laten beschermen door dat speciale vuur. Want dit is speciaal vuur. Dit is niet zomaar een vuurtje waar de mensen over springen of waar het vee langs wordt gejaagd. Nou, dit is toevallig van een Indisch ritueel waarin ze er blijkbaar dwars doorheen moeten. Dit vind ik een beetje sneu voor het beest. Bij de Kelten ging het wat aardiger. Daar werden ze langs het vuur geloodst en vaak door de rook heen, kregen een mooie krans om, werden bestrooid met as of wierook. En op die manier zorgden die ervoor dat de beesten er goed tevoorschijn kwamen, vruchtbaarheid en wel voor het volgende jaar. Dit vuur werd oorspronkelijk gemaakt als noodvuur, Tain Egin. Schotland, Ierland is het langste nog volgehouden. Dat is vuur wat je maakt puur door frictie. Het ene vuurhoutje wordt tegen het andere houtje gehouden en wrijven maar. Soms met hele speciale constructies waar er wel negen
mannen aan de ene kant, negen aan de andere kant, daar de boel lieten wrijven. Soms ook met z'n tweeën in een verduisterde hut. Er zijn van die varianten waar het ook om een naakte man en een naakte vrouw gingen, die dan in die verduisterde hut samen moesten werken, waardoor je weer een dubbele bodem krijgt. Naakte man, naakte vrouw, oké, duidelijk. Maar ook de frictie, het wrijven van een mannelijke staf en een vrouwelijke kom. Dus dat is heilig vuur, zuiver vuur. De haarden in de haardsteden van de verschillende gemeenschapjes, de verschillende dorpen, boerderijen rondom, die werden schoongemaakt, leeggemaakt, er zat geen vuur meer in. En daarna had men zuiver vuur om het nieuwe jaar in te gaan. Nou, voor degene die mijn Samhain of Halloween lezing hebben gehoord, die horen nu dingen van, hey, dit ken ik. Ja, want ook de Beltane is het begin van een nieuwe jaarhelft. Dus je kan of de Keltisch nieuwjaar kan je aan die kant plaatsen, aan de Halloween kant, maar je kan ook een nieuw begin plaatsen aan de Beltane, de Beltane kant. En het ene is het begin van de winter, de andere is het begin van de zomer. En een zuiver begin is een goed begin. En een zuiver begin begint met een helder, krachtig vuur. Teenegin, het noodvuur. Daar moesten het vee langs, daar sprongen de mensen over en brachten daarmee iets van het oude over naar het nieuwe. En zelfs het as van dat vuur was te gebruiken. Dat strooide je nog weer over het zaaigoed of in de pas geploegde voren, om daar nog meer vruchtbaarheid voor te zorgen op de akkers. Je liep nog rondom de akkers met dat as, of om met je staf daar de grond wakker te slaan. The beating of the boundaries, the beating of the bounds werd dat genoemd. En zo waren er verschillende manieren om daar de nieuwe levensgeest wakker te maken voor een nieuw begin. Het was een vrolijk feest. The Merry Month of May is the month of Mary, Maria, maar natuurlijk net zo goed van de Mary, vrolijke mensen. En dat lieten ze zien ook, vrolijk over het vuur springen. En die nacht ging je daar op zoek naar de mooiste mei. Ja, mei, want mei is de naam van een bloeiende tak. Zo simpel is het. Als je gaat meien, ga je een bloeiende tak ergens vandaan halen. En als je daar zin in hebt, dan ga je je vermeien. Ga je je daarop verheugen. Dus dat zijn woorden die ook met mei te maken hebben. Mei is dus niet alleen maar de godin Maya, maar ook mei als een tak. En men ging in de nacht takken halen die bloesem hadden en brachten dat naar hun zoete lief. Naar het meisje waar ze, nou, wel of wel een stelletje mee wouden worden, of het was al zo. Maar bij sommigen kregen ze dan een niet zo leuke boodschap erbij, want als het een mei was met prikkeltjes eraan, zoals hondsroos of meidoorn, nou dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval met stekels, dan was je een stekelige persoonlijkheid, een beetje kattig. En als je nou een kersentak kreeg, was dat ook niet goed teken, want dat betekende dat je een beetje lellebel was. En zo had elke bloeiende tak zijn eigen betekenis. Als je gewoon een mooie roos kreeg, was het goed, dan was het pure liefde. En de meesten kregen natuurlijk een mooie liefdestak. En die lag dan onder het raam van hun slaapkamer. Soms ook op de stoep, maar ja, onder de slaapkamer is toch nog altijd het mooiste, de mooiste symboliek, lijkt mij. Dat was een van die rituelen die men dus deed. En dat moet door heel Europa gedaan zijn. Ik kom het meeste tegen dus in die Keltische streken dat dit gebeurde. Mijn tak is maar een kleine tak. Maar dan heb je de grote tak, hè? De meipaal. Die werd ook uit het bos gehaald. Ook op de meiavond, de dag voor 1 mei. En als dat gebeurde, dan werd dat vaak in een grote processie gedaan. De hele mannenbonte, de hele club
kwam daaraan. Er werden ook soms hele toestanden uitgehaald dat de ene dorpsgemeenschap de mijpaal van de andere eerst stal en ergens anders verborg. Maar uiteindelijk kwam hij, als het goed is, goed terecht op midden van het plein, werd hij omhoog gezet en versierd. Versierd met linten. En soms zelfs, ik heb daar helaas geen plaatjes van, werden niet alleen maar de zijtakken ervan afgesneden, maar ook de bast. Dan werd het een mooie witte paal met alleen bovenin nog wat lover, nog wat bloesem of wat jonggroen. En werden er slangen ingekerfd. Een spiralende vorm. Nou, kan ik je in ieder geval wel even laten zien hoe dat eruit ziet. Wacht even hoor, dit doe ik niet goed. Want nu zie ik het wel en jullie niet, als het goed is. Even terug. Wacht even, hoe doen we dit? Nou. Ah ja. Yes, queen. Soms ben ik wat ongeduldig. Ja, dan zie je zo'n prachtige meidoornstruik. Struik waarvan gezegd wordt dat de elfen er in wonen of rondom wonen. En juist in de mei, zoals je ziet, is hij prachtig met de bloesem. En in de Keltische bomenkalender is de meidoorn de boom / struik van de tweede helft van mei en begin juni. Hier zien wij zo'n meipaal die omhoog wordt getorst met hoepels erin. Soms zijn die ook van meidoorn gemaakt. Dit is in Oostenrijk. Ook mooi. Nou, daar heb je zo'n hoepel. Vaak hangen daar dus die linten aan. En idealiter zijn dat dus rode en witte linten. Maar in de praktijk, tegenwoordig heeft men niet zoveel meer met de symboliek van kleuren. Dus zijn het allemaal kleurige linten. En ja, dan kan je die dans doen. Die dans die tegenwoordig, als je het alles mee hebt gemaakt, vaak door de kinderen wordt geclaimd. Maar destijds best wel een serieus gebeuren was. Want door het om elkaar heen wikkelen van de linten van rode en witte kleuren, maak je eigenlijk een vermenging van de mannelijke en de vrouwelijke energieën. Dat zijn als het ware die slangen die in die paal zijn gekerfd, die omhoog en omlaag klimmen. En door ze zo in elkaar te draaien, vormen zij een eenheid. Wordt daar ook iets gezegd over de conjunctie tussen het mannelijke en het vrouwelijke? Zoals de paal zelf fallies te zien valt en in de vrouwelijke schoot is gestoken in de vorm van het gat in moeder aarde. Dat is pure erotische symboliek van de coïtus, van de bevruchting die juist op dat moment in het jaar zo nodig is om oogst te veroorzaken. Bloemen en bijtjes, allemaal. Nou, dit is een ouder plaatje. Deze is ook wel heel mooi zo in zo'n bloemenveld. Wel weer inderdaad vaak met kindjes, terwijl dat eigenlijk beter zou zijn met jongvolwassenen. Dan dat is eigenlijk de plek waar de natuur is. Die zit niet meer in de kindfase van de Imbolc en de Ostara, maar in de jeugdfase, de jongere fase van de mei- en juni-tijd. En als je het ooit eens mee hebt gemaakt, het is een prachtig ritueel. Je gaat om en om rondom de paal en uiteindelijk maakt dat een prachtige, een heel mooie combi van kleuren om die paal heen. Dus moet ook al veel vroeger gedaan zijn. Ik heb een plaatje van Breugel hier met een meipaal, waar ook rondom gedanst wordt uit de rond 1600. Dus een meipaal is al oud, waarschijnlijk veel ouder dan 1600. Maar mensen schreven alleen maar als van de geestelijke elite waren of later de seculiere elite. En die volksgebruiken keken ze een beetje op neer. De speel is pas heel laat opgeschreven.
We weten niet hoe oud het is. Je ziet hier ook niet een lintedans, maar eerder een rijdans. Rijdansen werden een heleboel gedaan. En soms ook in de vorm van een spiraal. Dus dan spiraal je rondom de paal. En ook dat is een teken van een langzaam maar zeker. Als het ware als je de boom wordt, hoe langer hoe dikker doet. Misschien ken je dat fenomeen. Dan spiraal je ook rondom de boom tot je in het midden terechtkomt. Want dat is het ook. Van de periferie naar het centrum. En al dansende maak je van de plaats rondom de paal een heilige, sacrale plek. De energie wordt opgeladen. De paal wordt machtig. Mana, chi, de kracht stroomt daar. En daar maakt de gemeenschap gebruik van. Het stralend centrum is daar. En iedereen wordt een beetje blijer, vrijer, vruchtbaarder. Nou, hier komen we later nog op terug. De meipaal. De meitak. Dat kon willig, spar, ber, kon elke boom zien zijn die dan maar in de buurt stond. Maar elke keer symboliseert het eigenlijk een kosmische pilaar die hemel en aarde en de energie daar rondom verbindt. Door middel van de dans, door middel van de linten. En ja, daar helemaal bovenin zat dan soms zo'n hoepel, soms zo'n meidoorn. En ook daar kan je natuurlijk weer het vrouwelijke zien waar het mannelijke doorheen steekt. Natuurlijk zijn er veel meer meifeesten. Je hebt de dauwtrappen. Nou, dauw is op zich wel interessant. Het is het idee dat je dus 's ochtends vroeg, super vroeg, op blote voeten door de dauw heen gaat. En dat heeft een heilzame werking. Daar voel je je goed bij. Een Engels citaat zegt: the fair maid will walk on Beltane morn and washes herself with dew from hawthorn tree will ever handsome be. Oftewel, als je als mooie meid daar blootsvoets door het gras loopt waar de dauw is opgevallen en je wast jezelf daarmee, je smeert het over je gezicht, dan ben je nog mooier dan voorheen. De dauw heeft een heilzame, genezende, maar ook een vruchtbare, een mooier makende werking. Het schijnt dat dat nog het beste werkt trouwens met de dauwkom. De dauwkom is, hoe heet het ook alweer? Dus gewijd aan Maria. Oh jee, ik kom nog op de naam. Heel mooi plantje met hele prachtige dauwdruppeltjes. Als iemand het zo gauw weet, schrijf het op. Dus dauw is belangrijk, werd ook op dat moment verzameld. Je had het well dressing, ook weer een gebruik vooral in Schotland, Ierland. En dan ging men naar de bron. Zoals je naar de kosmische paal gaat, kan je ook naar de kosmische bron. Een ingang ga je naartoe. Juist, vrouwenmantel. Tuurlijk, vrouwenmantel. Nou, daar kan je je lekker mee wassen. Word je nog mooier dan je was. Een bron is een ingang naar de onderwereld. Maar de onderwereld is een geestenwereld. En een geestenwereld kan ook gewoon de andere wereld zijn. En daar, als je die bron dan mooi maakte met groene takken, met kransen en zo, nou, dan had je ook juist het beste water van het jaar. Ook daar kon je dan het water putten om jezelf mee te genezen of meer vruchtbaarheid aan veld en vee te geven. Weer een gebruik wat juist zich afspeelt met de mei. Maar de mooiste is natuurlijk de uitverkiezing van mei koning en mei koningin. Ik kan ook zeggen de meibruid en bruidegom. En in latere tijd werd dat ook nog wel eens de pinksterbruid en pinksterbruidegom. Omdat ze het niet meer op mei vierden, maar later in het jaar. Ja, kan allemaal, maar beide keren twee, een man en een vrouw, een jongen en een meisje eigenlijk, staan voor het ultiem mannelijke en het ultiem vrouwelijke. Eigenlijk een beetje voor de god en de godin. Alleen dat mocht je in die tijd natuurlijk niet zeggen. Dus men hield het maar als een eretitel. Ik ben de koning.
en de koningin. Dan kreeg je inderdaad vaak een hele andere papieren kroon. Maar vaak werd je ook omkranst met eikenloof of andere bloesem. De vrouw in de bloesem, de man in zijn zondagse pak, de vrouw in het wit, de man mooi, de vrouw nog mooier. En hoe wist je wie de meikoning werd? Ja, daar moest natuurlijk om gevochten worden, gestreden. Wat was de strijd? Men ging te paard, paardrijden, zien wie het eerste aankwam. Soms voor de wat armere gewoon hollen, hardloopwedstrijd. Nog vaker het beklimmen van de paal, die meipaal weer. En ja, wie dus boven kon komen, en vaak was die paal nog glad, extra glad gemaakt ook. En daar een of andere trofee kon bemachtigen, of misschien wel die meidoorn, bloesem kon plukken. Die was de koning. Oké, daar moest dus om gestreden worden, wie de man was. Hè. De man moet zijn mannetje staan, die is toch wat meer bezig met strijd. Vrouwelijke energie is anders. En die hoefde dus niet te strijden. Tegenwoordig zou je waarschijnlijk beide doen. Dus de tijden veranderen. Hoe het dan wel gebeurde, zouden we nu niet meer zo op prijs stellen. Of die meikoning mocht er eentje kiezen. Die mocht nog wel nee zeggen hoor, maar ja, hij mocht het kiezen. Of nog ernstiger, er werd een veiling gehouden. Ja, serieus. De dames die nog huwbaar waren, gingen op een rijtje staan. Soms nog op een verhoging ook. En er werd op geboden. En degene die het meeste opbracht, waar het meeste geld of andere goederen voor waren geboden, die werd de meikoningin, de meibruid. Ook opgelost. Ja, ik zie het nu niet meer zo gauw gebeuren, maar tot voor een 100-tal jaren geleden was het de gewoonste zaak van de wereld. In ieder geval, uiteindelijk had je ze. De meikoning en koningin. Nou, eens even een mooie meikoning en meikoningin voor jullie tevoorschijn toveren. Oh, ik heb nog 10 minuten. Dan heb je het Pinksterbruidje. Uiteindelijk werd het gebruik toch wat minder heftig gevierd. Men vergat dat er ook nog een man bij hoorde. Het werd meer door kinderen gedaan. Dat noemt men ook gezonkeniskultuurgoed. Wat daarvoor voor de volwassenen werd gedaan. En dan vaak deden de kinderen het in een kleiner feestje na. Het grote feest verdween, het kinderfeestje bleef over. Het Pinksterbruidje is nog wel heel lang rond in een processie rondgegaan. En dan natuurlijk in een mooie groene krans. Want zo'n groene loofkrans is ook weer als het ware het jaarwiel wat vruchtbaarheid toont. Want overal komen groene spruiten vandaan. Nou, de koning en de koningin. Of hier in een wat modernere versie. De lieve moet er natuurlijk wel even vanaf stralen. Je moet wel het juiste paardje bij elkaar zoeken. Dus als er dan zo op zo'n veiling op geboden werd, dan was het ook wel in verstandnis dat je iemand zocht waar je toch al een oogje op had en omgekeerd. Tegenwoordig heb ik ook wel meegemaakt dat er een meikoning, meikoningin wordt uitverkozen door middel van een wedstrijdje. En dat je dan met een random meisje opgezadeld zit. Dat je denkt van ja, leuk, leuk, maar ja. Maar ook dan is het niet erg. Vaak heb je alleen maar de verplichting om samen naar het feest te gaan. Of samen naar de eerste misviering te gaan. Hier gaan we het zo dadelijk even over hebben. Ja, we hebben het gehad over de meikoning en de koningin. En waar speelde die nou zo'n rol in? In de vorm van een processie gingen zij het dorp of de stad in. En die processie, die rituele optocht naar de meipaal, naar de plek waar het allemaal gebeurde, die processie was bevolkt met nog vele andere vreemde wezens. Soms wilde mannen, mummers, zo ze in het Engels worden genoemd, soms met zwart gemaakte gezichten. Ook mensen in berenpakken, vreemde taferelen. Maar één, die moet ik er toch even uithalen. De Jack in the Green. De groene
man. Die liep ook mee. Niet overal, maar versies ervan vind je door heel Europa verspreid, die meelopen met een meiprocessie en die dus helemaal in het groen zijn gestoken. Voor degene die het fenomeen van de groene man niet kent, je ziet ze als ornamenten, waarbij er groen uit de ogen, uit de neus, uit de mond stroomt, of waar de voorhoofd, wangen, etc. gemaakt zijn van bladeren. Nou, de connectie is niet 100% zeker, maar de kans is wel heel groot dat dat ornament wat je op gevels van huizen en in kerken treft, dat die op een andere manier verbeeld werden door middel van het uitdossen van deze Jack in the Green, of hoe die plaatselijk maar genoemd mocht worden, door hem helemaal rondom in takken te hullen. Meestal zag je dan ook niks meer van de vent terug, of van de jonge man die het meestal was, behalve ja, dan nog een klein gaatje waar die nog kan zien waar die loopt. En die liepen ook mee. Als teken van de vegetatie. Als teken van de groene geest die ongetwijfeld bij het jaarfeest hoorde en ook daar het numen extra aanstak. De kracht overbracht naar het nieuwe jaar. Laten we eerst maar even plaatjes doen. Dan zeg ik daarna wat ik denk waarom die er is. Ik heb trouwens nog 6 minuten. Hierna ga ik een derde link aanmaken. En hou dus mijn evenement in de gaten. Want daar gaat even een paar minuutjes tijd overheen. Dus we nemen een kleine pauze zo dadelijk van... Nou, wat zullen we doen? 5 of 10? 10 minuten of 5 minuten pauze? Wat willen jullie? Ik zie 5. Ik zie vooral 5. Goed, doen we dat. Yes. Plaatjes. Ja, dit is de Jack in the Green. 17e eeuws plaatje, oud plaatje. Hij kijkt heel vrolijk, maar het enige wat je van hem ziet. Vaak waren ze dus niet te herkennen als de Jack. Wie is de Jack? Maar hij wordt ook wel de Pinksterlul genoemd, of de Pfingsten. En dat is dan in Duitsland, in Oostenrijk, Duitsstalige landen. Nou, hier is hij heel uitbundig bezig met ook nog een soort van meitak. Het is duidelijk, lawaai hoort erbij. Er werden meestal goede gaven verzameld of een slokje her en der. Het was echt een feestelijke bedoeling. Nou, zo zie je hem dus tegenwoordig nog in Oostenrijk. Het is een eentje gemaakt van naaldtakken. Maar ja, het kan net zo goed looftakken zijn. Elke streek heeft het weer net even anders. Dit is de Pfingsten. Soms heet hij ook de Maibeer. Elke streek heeft zijn eigen naam. Groene Joris heet die in Roemenië en delen van Rusland. Daar heb ik het zo net dadelijk ook nog even over. Ja, die versiering verdwijnt aan het eind van het feest meestal in het water. Maar dat is een symbolische tewaterlating van de groene man, de groene Joris of Jack in the Green zelf. Heel vaak werd aan het eind van het feest de groenert in het water gegooid, ook de persoon zelf. Of hij werd geslagen met brandnetels. Of hij werd compleet onder de klissen gezet. Ik weet niet of je het kleefkruid en de kliskruid kent. Nou, dat kleeft. En deze man is de Buryman, die zit er helemaal onder. Wat is hier aan de hand? Nou, daarvoor gaan we naar Nederland. Want daar kent men het gebruik van de luilak. Ja, de luilak. In Noord-Holland, bepaalde dorpen, daar wordt het zelfs nu nog gedaan. En het oudste verhaal daarin is dat de laatste van de wedstrijd, of de laatste die wakker wordt en dan pas het bed uitkomt, die is de luilak. De eerste zijn vroeg op, die zijn monter, maar de laatste die is het boontje en wordt meegevoerd en dus helemaal in het groen getogen. Of zoals het in Noord-Holland gaat dus, wordt onder de klissen gegooid of met brandnetels geslagen. Hij wordt dan de klissenboer genoemd en met die klissen helemaal
om zich heen werd hij, en dan hebben we het wel over 19e eeuw of eerder, op een karretje gezet en al toegejuicht of juist nagejouwd door het dorp of het stadje heen gevoerd. Daarnaast moest er lawaai gemaakt worden, ondeugendheden gedaan worden. Misschien kennen mensen het fenomeen, maar er zit dus ook een soort van groene man in. Heel interessant. En wat is dat dan, die luilak? Je zou kunnen zeggen, het is het laatste restje van de oude vegetatie van het jaar, de laatste kracht van het oude jaar, die door een flink op de huid te geven overgedragen kan worden, het nieuwe jaar kan worden. Weer groen kan worden. Hij krijgt allemaal groen over zich heen en dat groen wordt ook wel een tempel genoemd. Dus het is een gewijde plek waar dat gebeurt en daar kan de vegetatiegeest wakker worden. Hij wordt wakker geslagen, hij wordt wakker geprikkeld, hij wordt wakker gemaakt door nieuw fris loof te krijgen. Zo is wel hoe ik er naar kijk. Ik denk dat klopt. Maar wie weet. Het is natuurlijk een theorie. Hè? Dat is altijd een ding. Ieder kan er zijn eigen gedachten over hebben. Het is wel leuk dat wij dat dus ook hadden in de vorm van de luilak, de klissenboer. Of zo die in Drenthe werd genoemd, de nustkook. Ook zo'n mooi woord. Ja, daar had je een paar dorpjes waar degene die het allerlaatste wakker werd op die mei. Ochtend de nustkook, de luilak. Nee, niet de luilak, de slomele, slome werd genoemd. Dus ja, zo hebben we een heleboel bijzondere rituelen. En ik wil zo dadelijk, na 5 minuutjes pauze, jullie iets over verhalen van de mei vertellen. Nou, voor... Ja, ik ben verhalenverteller, dus natuurlijk moeten we het ook over de verhalen van de Beltanen hebben. En daar komen dus aspecten van de rituelen die wij zo net hebben besproken ook in terug. En dan heb ik het onder andere over dat meipaal-idee en over die meibruid en bruidegom. Nou, is een van mijn favoriete verhalen uit de Mabinogion. Als je nog nooit van de Mabinogion hebt gehoord, lees dat ding. Het is vet heftige Welsche mythologie. Keltisch, zeg maar. En daar vind je het verhaal van Culhwch en Olwen. Dat is een mega groot verhaal. En met verhalen in verhalen. Eentje daarover is die van Gwydir ap Gredal. De schroeier wordt hij wel genoemd. Die elke eerste mei moet strijden tegen Gwyn ap Nudd. Gwydir als groeier is waarschijnlijk de zonnekant, de zomerkant van het jaar. En Gwyn ap Nudd, die staat in andere verhalen bekend als de heer van Anu, oftewel de onderwereld. Nou, die hoort dan duidelijk bij de duistere kant, de winterkant van het jaar. En die moeten elke eerste mei tot aan het einde der tijden, dat heeft koning Arthur zo bedacht, dus ja, kan je niet om me heen, strijden om de hand van Krijdilat, de schone maagd. Nou, zij is duidelijk de lentebruid, degene waar het allemaal om gaat, die meikoningin. En ja, die godinne zal van hand tot hand gaan, de ene keer bij de ene helft van het jaar, de andere keer bij de andere helft van het jaar horen. Want ja, de vegetatiegod huwt de godin. En ja, dat wisselt zich af in het jaar. Nou, dat is een heel bekend stramien, wat ook wel gedaan wordt. Hè, zeg maar een strijd tussen de ene helft en de andere helft van het jaar. Wordt ook veel gedaan met midzomer en midwinter. Maar als men net welk puntje kiest, dan heet het vaak de hulstkoning versus de eikenkoning. Er zijn meerdere verhalen die op dat stramien zijn geënt. En ja, dit is meer de Halloween-Zouwien kant tegenover de Beltane-Mei kant. Nou is dat maar een heel kleine anekdote in een veel groter verhaal over een held Culhwch die wil trouwen met Olwen. Olwen is zij van het witte spoor.
de witte godinnen. Zij van de witte klaver ook. Het bloeiende veld, dat moet gehuwd worden. Maar dat gaat niet zomaar, want haar vader is een reus. Ispadaren Benkauer heet die kerel. En dat blijkt, toen was ik erg verbaasd, want dat kan nooit zomaar zo die betekenis hebben. Dat blijkt Meidoorn te betekenen. Dus de koning der reuzen is koning Meidoorn. En de enige manier om die vrouw te krijgen, die Olwen, is door 39 onmogelijke taken te doen. En dat gaat voor een groot gedeelte om gereedschap om je mee te scheren. Want Ispadaden moet geschoren worden. Pas als hij helemaal glad is en ook nog geknipt, dan mag hij trouwen met Olwen, de dochter van de reus. Ja. Yeah. Nou. Zeker omdat Arthur hem helpt, koning Arthur, gaat het hem nog lukken ook. En wordt de kerel niet alleen maar glad geschoren, maar uiteindelijk krijgt hij zelfs met het scheermes een extra goede beurt en verliest hij zijn hoofd. Olwen moet natuurlijk getrouwd worden. De lentebruid kan niet eeuwig bij haar vader blijven of bij de oude krachten blijven. En de Meidoorn, die we natuurlijk ook al eerder zagen, is in dit geval eigenlijk meer een obstakel, een heg. De Meidoornstruik werd veel gebruikt als een heg tussen de bewoonde wereld en de natuur. Tussen je veldje met groente en de ruige, woeste natuur aan de andere kant. En dan is die heg als het ware iets tussen de chaos en de ordening. Het bekende en het onbekende. En wat houdt ons nou tegen om daar in die geestenwereld, die andere wereld, die meibruid, die andere kant van ons, die vrouwelijke kant te vinden en te lief te hebben, dat is dus die stekels, die stekelige gedachten, die stekelige materie die ons tegenhoudt om verder te kijken dan ons neus lang is, die ons maar in die wereld van de vijf zintuigen houdt. Want dat is het bijzondere van de maand mei. Maya is op zijn allermooist. Maya is de prachtige vrouw, maar ze is ook de Maya die we als Indische godin kennen. De vrouwen van de uiterlijke, zintuigelijke wereld, die ook een beetje de illusie is. In de westerse wereld is dat Morgaine, die de Fata Morgana, de illusies maakt. En dan moet je doorheen breken om te zien dat de vrouwen, trouwens de man ook, niet alleen maar een mooi plaatje is, een leuk of lekker ding, maar dat daarachter iets nog veel mooiers te halen valt, waarbij jouw ziel kan samensmelten met die andere ziel, waarin jouw mannelijke deel kan samenvallen met je vrouwelijke deel, waarin de liefde echt wordt en meer dan alleen maar een houden van een grijpen, vasthouden en daardoor juist verliezen. Dat komt allemaal terug dus in dat verhaal van Kulhuch en Olwen. Zij van het witte spoor van de klaver. En dan hebben we nog niet alle verhalen gehad, want dan wil ik als laatste verhaal ook iets zeggen over Lancelot. Laat ik er eerst even nog wat plaatjes bij pakken. We hebben nog die klissenboer van zo net. Die in het water wordt gegooid. Maar daardoor eigenlijk niet doodgaat, maar herleeft. Want dat is vaak het idee. Zo'n groene man die wordt zogenaamd doodgemaakt. Soms ook wel zogenaamd onthoofd. Maar uiteindelijk komt hij altijd weer magisch tot leven. Want ja, het oude gewas sterft en het jonge gewas neemt het over. Het jaar zal altijd rond zijn en door blijven draaien. Dit is zo'n bron die hier prachtig versierd is met bloemen en kransen. En dat heet dus dat well dressing waar ik het over heb gehad. Hier gaan we het nog over hebben. Maar dit is de dame waar ik het zo dadelijk over ga hebben. Guinevere en haar bloeiende takken. En dit is Olwen. Fair Olwen. Ja, zo'n mooie dame. Daar wil je toch
alles voor doen. Dus eerst even iets over deze mooie dame die hier dus meitakken aan het plukken is. Want Guinevere went out a-maying, wordt gezegd in de Morty d'Arthur, meest beroemde verhaal rondom haar, dat ze ontvoerd wordt door een ridder genaamd Melvas of Meliagans. Nou, Melvas of Meliagans betekent hij van het zomerland. Want zomerland is ook een beetje een eufemisme voor de andere, de geestenwereld. Dus zij gaat de andere kant op en laat zich ontvoeren. En hoe prachtig dat er ook uitziet, op zo'n 1 mei is een gevaarlijk moment. Hè? De elfen, de geesten, ze kunnen je alleen wel meenemen, ontvoeren en dan kom je niet meer terug. Gelukkig heeft zij een man die alles voor haar over heeft, Lancelot. Eigenlijk is ze natuurlijk getrouwd met de koning zelf, maar in de oude versie moet zo'n sacrale koning op een gegeven moment erkennen dat hij over zijn hoogtepunt heen is en het stokje over laten nemen door een vitale jonge held. Dat zou Lancelot moeten zijn, maar helaas, we doen dat niet meer. Het stokje wordt niet overgedragen, de sacrale koning blijft lekker zitten waar hij zit. En Lancelot kwijnt weg uit liefde voor de koningin. En uit, als hij dan merkt dat ze ook nog ontvoerd is, dan gaat hij op pad. En moet allemaal ellende doorstaan, daar op een mestkar rijden terwijl hij zich doodschaamt. Maar nog erger, daarna een zwaardbrug overheen waar hij zich tot bloedens toe verwondt. Maar uiteindelijk komt hij aan de overkant en kan hij vechten met die kwade ridder Melvas. Natuurlijk wint hij, hoe kan het ook anders? Het feest wordt gevierd en het einde is ook, ja, van mijlenver af te zien, hij vrijt met Guinevere. Het heilige huwelijk vindt plaats. Man en vrouw worden één. En dat in de geestelijke wereld, in de andere wereld, niet hier. Of het nou Gwyn ap Nudd is en Crydie Ladd, of Colloch en Olwen, of nu een mannelijke en een vrouwelijke energie vermengen zich en vormen samen iets nieuws, iets krachtigs, waardoor een nieuw jaar tot bloei kan komen. Daar is iets heftigs aan de hand. Dat wordt ook gesymboliseerd door middel van die paal, hè, die ik heb laten zien, een meipaal met die rode en die witte linten eromheen. Als een kosmische paal die in het mannelijk in het vrouwelijke wordt gestoken, maar ook een verbinding maakt met die bovenwereld, waar draken, energie, slangen omheen gewikkeld zijn. En die slangen, die draken, die worden weer benoemd in een verhaal, ook weer uit die Mabinogion, waar gezegd wordt, het verhaal heet Lud en Llewellyn, waar gezegd wordt dat op de 1 mei 2 draken worden gezien. En die vliegen in de lucht en slaken dan een ijselijke kreet die zo heftig is dat heel Brittannië van schrik onvruchtbaar wordt. Er zijn misoogsten, de vrouwen kunnen geen kinderen meer baren, het vee schrikt zo erg dat er miskramen komen. Er moet wat gebeuren. Gelukkig vindt de koning Lud wat er los is en doet een heel bijzonder ritueel. Hij zorgt dat hij het midden van het land vindt, het exacte middelpunt van Brittannië. En dat blijkt dan een beetje vreemd. Maar misschien klopt het ook niet helemaal, maar in het verhaal zat dat in Oxford. Ik zou eerder zeggen Stonehenge of iets dergelijks, zo'n mooie sacrale plek. Maar goed, Oxford. Daar wordt een gat gegraven en daarin wordt een ketel met mede, honingwijn, gedaan. En als het dan weer opnieuw 1 mei is, dan zien ze die draken weer opstijgen. Ze vechten met elkaar en dit keer slaken ze geen enorme kreet, maar ze vallen naar beneden exact in die ketel met mede en veranderen in zwijntjes. Ja, varkens. Vervolgens zuipen ze zich vol, vallen in slaap.
Ze worden op een veilige plek worden ze begraven en niemand heeft er meer last van. Tot dan zoveel eeuwen verder, Merlijn ze herontdekt omdat ze ervoor zorgen dat er een toren die gebouwd moet worden telkens ineens stort. De koning van die tijd, Vortigern, probeert een machtige toren te maken. Maar helaas, elke keer zijn het die twee draken weer die hem laten ineenstorten. Nou, in dit verhaal kan je lezen dat als je niet in het exacte centrum bent, jouw centrum, en je probeert je toch te verbinden, de rode en de witte slang in jezelf, om elkaar heen te laten draaien, dan wordt het geen dans, wordt het geen vrijage rondom die mijpaal, maar dan wordt het een strijd. En die strijd kan niemand winnen. Het betekent dat uiteindelijk die kreet komt die alles onvruchtbaar maakt. Terwijl het anders een kreet zou zijn geweest van een kosmisch orgasme, je dak uit de geestwereld in, is het nu een kreet van je raakt je energie kwijt. Je bent uit balans. En de Maya heeft je gegrepen. Je hebt niet je lief geliefd, maar haar uiterlijke plaatje. En als je dat doet, dan verlies je elke keer een stukje energie. En ja, die vruchtbaarheid heeft het land sterk nodig. Gelukkig weet de koningraad, weet het exacte centrum wel te vinden en doet daar zo'n heerlijke ketel met mede in. Nou, mede is een heilige drank die heilige inspiratie veroorzaakt. En een ketel is als het ware de baarmoeder van moedertje aarde zelf. Als daar dan die draken invallen, dan zijn ze niet meer verschrikkelijke monsters, maar dan wordt het strijden weer dansen, vreugde, liefde. En varkentjes zijn tekens van vruchtbaarheid. Dus daaruit vormt zich vruchtbaarheid. De toren die zal elke keer opnieuw opgebouwd worden en weer ineens storten. Zolang je niet doorhebt dat je voorbij de Maya kan kijken naar het wezen van die ander die jouw liefde zo graag wil ontvangen. Maar als je er telkens naast grijpt, dan blijft dat een frustratie. Kan je daar doorheen kijken, door het uiterlijke plaatje heen, dan kan je haar echt omarmen. En dan wordt het, zoals de Indiase mensen weten, kundalini. De slangen die om de Sushumna-pilaar, de Ida en de Pingala, die zo om elkaar heen kronkelen en elkaar uiteindelijk ontmoeten. En dan weet je dat je meer bent dan een fysiek omhulsel, maar dat je onderdeel bent van een groot energetisch geheel waar jij mee verbonden bent. Continu. En dan pak je zo'n jaarfeest, zo'n beltane, om weer die exacte middelpunt te vinden waarin jij tussen de ene en de andere kracht zit en zo daar mee balanceert en er een dans van maakt, een vrijage van maakt, van die kolkende, welvende energie, die spiralende energie in jezelf, tot je een kosmisch orgasme bereikt. En ja, dan is het extase, dan is het werkelijk feest en draag je bij aan de vruchtbaarheid van het land. Dan ben jij die sacrale koning die zijn sacrale koningin in de godin heeft gevonden. Of ze nou lelijk is of mooi, of ze nou winter is, of zomer, lente of herfst. Jij bemint haar met volle borst. Jouw borst staat open, de liefde stroomt eruit en zij kan het ontvangen. Want ze weet, het gaat niet om mijn fatale vrouwelijke charme. Het gaat om datgene wat erachter zit. Kwetsbaar en wel. Beltane is een feest van liefde. Bevruchting is op zijn allerdiepst liefde. En die verhalen, die Keltische verhalen, daar kan je dat uithalen. Met een beetje moeite. Zeker als het gaat om Guinevere en Lancelot. Dan zie je ook dat er een tragiek in zit. Omdat zo vaak het niet lukt. Omdat er iemand vasthoudt aan zijn oude liefde die eigenlijk al verloren is. Zoals koning Arthur dat doet.
Er zit een tragiek in het verhaal. Zoals die draken die eigenlijk prachtig zijn, maar toch elke keer weer neerstorten. Maar er zit ook een oplossing in het verhaal. En de mensen wisten die oplossing. Want ze beklommen de meipaal tot ze daar die bloesem eruit, die tak, van helemaal boven weg konden halen en beneden konden brengen om daar triomfantelijk die aan te bieden aan die meibruid. En zo werd in het klein die grote macrocosmische gebeuren van de mei volvoerd in de microcosmos van een jongen die een oogje had op een leuke plaatselijke schone en zegt, hey, wil jij hem zijn? Mijn mei koningin? En dan was zij Maid Marian en hij Robin Hood, hij de groene god en zij de groene godin. En misschien trokken ze dan wel de duisternis in en bedreven ze de liefde. Maar dat hoeft niet. Het kan wel.